I'm trying to hold my breath. Mooi hoor. Ja. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me. Ja, ik zie het ook aan de zijkant hoor. Caroline Dijkhuizen. Ja hoor, dat is het. Denk je? Door dit. Ja, dat is niet normaal. Een stem. Wauw, wat ging dit goed. Roxanne, jij als zangeres, hoe luisterde je hiernaar? Dit was echt prachtig. Je kreeg een staande ovatie van iedereen en terecht. Want het was echt ontzettend goed. En jullie stemmen klinken zo fijn bij elkaar. Maar los van dat klink je als solo-artiest ook echt fantastisch. Complimenten, toch? Ja, hè? En het leuke is ook... We weten het zeker. Ja? Ja, we weten het zeker. Ja. De jongens hebben geen idee nog. Nee. Maar ik wil... We zitten wel in een bepaalde richting. Ja. Jullie denken een idee te hebben, mannen. We denken toch een beetje richting de musicalwereld. Ja. Ja. En ik ken haar ook persoonlijk. Ik heb een keer met haar gefietst. Oh. Dat klinkt cryptisch. Nou, ja. Maar ik heb het wel gedaan. Oh, okay, en ze zat niet bij me achterop. Jij wel bij haar? Nee, ook niet. Ook niet. Okay. Waarom ging je met haar fietsen dan? Ja, dat is een lang verhaal. En waar hebben jullie gefietst? In Frankrijk. Okay. Waarom? Een etappe van de Tour de France. Ah. Ja, het wordt al gekker, dit verhaal. Ja. Okay. Maar ik heb het een keer voor het tv-programma gedaan. En ik heb zomaar het idee dat zij het is. Ja? Ja, ja, we hebben een naam. Ja. Jullie weten het al lang, toch? Ja, ja. Fout. Ze zitten fout. Nee. Nou goed, het moment is daar. Jullie moeten een definitieve keuze gaan maken. We gaan daarvoor. Richard en Roxanne, zeg het maar. Wij denken Pearl Jozefzoon. Ja. Dat dachten jullie al vanaf het begin. Pearl Jozefzoon. Gelijk. En wat? Ik heb niet met haar gefietst. Nee. Want wie dachten jullie dat het is? Ja, Caroline Dijkhuizen. Caroline Dijkhuizen. Ja. Toch? Oh ja, dat zou wel kunnen toch? Ja. En met haar heb ik gefietst. Ja, maar wat maakt ons dat nou uit met wie jij gefietst? Nou, oké, ons antwoord is Caroline Dijkhuizen. Ik vind je heel erg gefocust op die fiets inderdaad. Ja. Oké, Caroline Dijkhuizen of Pearl Jozefzoon. Daar gaan we voor. Die twee namen heb ik gehoord. Wie is het bekende familielid van Chanel? Dat gaan we nu zien. Pearl. Het gaat heel goed. Wat klonken jullie lekker samen. Dankjewel. Ja, ik ben ook heel trots op haar. Ja, vertel eens, hoe deed ze het? Ze heeft het echt super goed gedaan. Echt super stoer van jou. Ja. Oh. Ging heel goed. Heel goed. Nou, dan lijkt ze op jou. Want delen jullie natuurlijk talent. Kees en Morad. Een beetje gaan. Het is niet Caroline Dijkhuizen. Nee. Het staat er wel een beetje in dezelfde hoek misschien. Twee prachtparels, maar... Ja. 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 Want hou jij van fietsen, Pearl? Fietsen? Ja, elektrisch. Ja. Kees wil heel graag een keer met je in Frankrijk. Graag. En jullie wisten het meteen, hoor. Ja, Richard, vertel. Heel eerlijk, Richard wist het meteen. Ja. En vervolgens, jij zei het en dacht ik, ja... En het was een combinatie ook met dat jaloersmakende silhouet, wat ik in het begin al zag. Ja. En toen ik hoorde dat ze meegedaan had aan een talentenjacht 11 jaar geleden... en ook later haar stem hoorde, toen wist ik... Want ik was ooit de vervanger van Arjan Edevin in Hairspray. Dus die stem die ken ik heel goed. Ja. Ja. Dus toen wist ik het zeker. Knap gedaan. Ja. Er waren natuurlijk ook wel wat hints die naar Pearl verwezen. Want hoe hadden we dat nou kunnen weten? Ja, Chanel, je had het over een echte droomvrouw. Een verwijzing naar de musical Dream Girls. Oh. Doorbraak. Oh. Ja, bij een grote talentenjacht, The Voice of Holland. En het ging over het geloof. Het gospelfestival kwam voorbij. Dus zo hadden we het kunnen weten. Dat betekent dat het eerste punt van de avond is verdiend. Voor Roxeanne en Richard. Hartstikke goed. Knap, ja, geweldig gedaan. En we hebben jullie gehoord. Maar nu willen we jullie heel graag samen zien. Ja. Oh, hier zijn ze. Nicht en tante Chanel en Pearl Jozefzoon. Applaus. Tante Pearl en haar nichtje Chanel. Dank jullie wel allebei.